Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling? Vanuit La Gare 27 in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Zo'n 20 jaar geleden, beste mensen, startte ik mijn carrière als leraar, secundair onderwijs toen. Ik was leraar Latijn. En ik herinner mij heel goed uiteraard die eerste klasjes. Ik herinner mij een klaslokaal waar op de achterwand een aantal cartoons getekend stonden. Op één cartoon stonden afgebeeld een jongen en een meisje. En ze voeren een vrolijk dansje uit. Ze zijn blij en de tekst van de cartoon luidt: ik koos of wij kozen goed, wij kozen Latijn. Nu, beste mensen, ze staan te dansen op een kerkhof. En je vindt enkele grafzerken. En op een van die zerken staat natuurlijk geschreven Latijn. Het mag een geruststelling zijn. 20 jaar geleden woedde de discussie over de zin, het nut van de studie van Latijn ook al hevig. En een argument dat toen vaak werd gebruikt was: Latijn is een dode taal. Waarom zou je daar nu tijd in steken? En de laatste jaren woedde de discussie uiteraard weer. En in een, ja, ik zou toch wel zeggen, misbegrepen en ook wel vals opgeklopte tegenstelling wordt er nu heel vaak vanuit een soort concurrentiedrang van scholen gezegd van: waarom zou je eigenlijk nog Latijn gaan studeren? Waarom zou je niet kiezen voor een technologisch georiënteerde richting? Waarom zou je niet kiezen voor STEM? Wat ik hier zou willen doen in dit korte kwartiertje is 1. U even vertellen hoe dom het eigenlijk is om Latijn een dode taal te noemen. En ten tweede, met jullie eventjes te kijken wat echt wel argumenten zijn om zinvol te zeggen: ja, ik kies voor de studie van het Latijn. Hier gaan we. Eerst en vooral, als iemand mij zegt van: ja, ze beginnen altijd over die dode taal, wat moet ik daar dan op zeggen? Dan zeg ik altijd: vermijd voor een stukje die discussie, want je loopt dadelijk vast. Je loopt vast in een beeldspraak. Dat is de beeldspraak van de biologie, botanica en de dierkunde ook. Diersoorten, plantensoorten sterven uit. Wel, op die manier zegden biologen, wel, op die manier kunnen ook talen uitsterven. Het is niet verwonderlijk dat in de 17e, de 18e eeuw, als de biologie als wetenschap meer en meer gaat ontwikkelen, dat je dat argument van de dode taal heel erg tegen het Latijn gebruikt vindt. Nu, dode taal is voor mij een taal die werkelijk van op een bepaald moment niemand meer gebruikt. Het Oud-Egyptisch, het Gotisch enzovoort. Maar voor het Latijn kan je dat nu absoluut niet zeggen. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die Latijn gebruiken, spreken, lezen en schrijven. Op het internet, beste mensen, vindt u schitterende voorbeelden. Een site als Latinitium, ontworpen door enkele Zweedse collega's, heeft onlangs zijn eerste verjaardag gevierd en bevat alles. U kan hier blogs volgen en lezen in het Latijn. U kan hier auditief fragmenten van, authentieke fragmenten van Latijnse auteurs beluisteren, ook visueel de zinnen zien verschijnen en zo tot tekstbegrip komen. Het is een heel mooi geïllustreerde site en een site die echt aanzet tot het leren van Latijn. Er zijn er andere. De Nederlandse site Adisco van collega Caspar Porton heeft een blog waar heel nadrukkelijk wordt gewezen op alle circuli latini die bestaan over de wereld. Het zijn er meer dan 20. Het zijn verenigingen van Zuid-Amerika tot Azië gaande waar mensen op geregelde tijdstippen samenkomen om Latijn te spreken, Latijn te beoefenen. Zoals er een Franse academie bestaat, bestaat er ook een Latijnse academie, de Academia Latinitati Fovendae. De website, volledig in het Latijn opgesteld, laat enkele activiteiten van deze academie zien, waar academici van over heel de wereld, 50 in totaal, deel van uitmaken. De congressen gaan ook altijd door, volledig in het Latijn.
En als u naar de ULE gaat, de ULE is de Finse nationale zender, dus de staatsomroep, radiozender, dan kan u daar luisteren naar de Nuntii Latini. Dat zijn voorwaar Latijnse nieuwsberichten die al meer dan 30 jaar in de ether gaan. Men heeft ooit een onderzoek gedaan en bleek dat over heel de wereld heel wat meer mensen in staat zijn van ongeveer die Latijnse berichten te beluisteren en te begrijpen, heel wat meer mensen dan er mensen zijn die Finse berichten begrijpen. Laten we de proef op de som nemen. Laten we even luisteren. Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Longe major pars Cataloniensium quiad urnas venerunt in suffragio populi calendis octobribus facto pro independentia sententiam tulit. Oké, het gaat over Catalonië. Het gaat over het referendum. Het gaat over votum ferre, een stem uitbrengen pro independentia, voor de onafhankelijkheid. Goed, beste mensen. Nu zou het natuurlijk evengoed taalkundige nonsens zijn om te beweren dat Latijn een levende taal is. Maar daarvoor is één wezenlijke voorwaarde niet meer vervuld. De Latijnse grammatica evolueert al van de 2e, 3e eeuw na Christus niet meer. Terwijl elke levende taal uiteraard een taalevolutie heeft. Maar dat is juist een enorm voordeel. Want het betekent dat als je een kennis hebt van de Latijnse grammatica, dat je evengoed een Vaticaanse tekst uit de 20e eeuw, als een parochieregister uit de 18e eeuw, als een studenticooslied uit de middeleeuwen, als een klassieke tekst kan begrijpen. Dit gaat echt om dezelfde taal. Je hebt nooit die verschillen, zoals wij die bijvoorbeeld kennen, tussen Middel-Nederlands en het hedendaagse Nederlands. Dus, dat het geen levende taal is, is een ontzettend voordeel. Wat is het dan wel? Geen dode taal, geen levende taal. Ik zeg altijd, Latijn is een cultuurtaal. Een taal die mensen over vele streken, over vele tijdsperioden verbindt. Ik kom er later nog even op terug. Ik weet en vermoed dat ik met de Nuntii Latini ook wel een beetje nieuwsgierigheid bij u heb gewekt. En de vraag zou natuurlijk zijn, ja. Als je dan zegt dat er toch mensen zijn die nu nog Latijn gebruiken, wat doen zij dan met nieuwe woorden? Ik heb 3 voorbeelden van nieuwe woorden voor u meegebracht. Een auto. Een auto is niet meer of minder dan een zelfbeweger. Wel, in het Grieks, het moderne Grieks, als je over een auto spreekt, dan spreek je over to autokinito. Naar analogie maakt men in het Latijn autokinetum. Dat is het woord dat je nu gebruikt voor auto. Goed, er zijn ook in het klassieke Latijn heel wat voorbeelden te vinden van het gebruik van Griekse woorden voor nieuwe uitvindingen, ontdekkingen. Dus je kan dat best doen. Een nuntius brevis. Een nuntius brevis is niet meer of minder dan een kort bericht. A short message. En is de term die u zo kan gebruiken voor een sms. En als u daar straks, of tijdens een uitzending, de raad krijgt om uw teleponum gestabile uit te zetten, dan betekent het niet meer of minder dan dat u uw mobieltje het zwijgen op moet leggen. Teleponum mobile zou je niet kunnen zeggen in het Latijn, want het zou betekenen dat de telefoon zelf mobiel is, beweegt. Ja? Maar als je teleponum gestabile zegt, dan is het een draagbare telefoon en dan is het bij deze perfect Latijn. Haec sunt nonnulla exempla, domini dominaeque spectatores carissimi, sunt certe multa alia exempla quae vobis afferre offere potuerim. Dat was een beetje Latijn. Ik zei gewoon, dat waren maar enkele voorbeelden en ik zou u er veel meer kunnen geven. Nu geef toe. Als je aan een 12-jarige zou zeggen, je moet Latijn gaan studeren omdat je het ook kan spreken, dat is toch niet zo'n heel sterk argument. Ik zeg daar altijd van, dit is leuk, dit is niet meer of minder dan een leuke hobby. Ik kan u aanraden om het te doen, je leert heel veel mensen mee kennen,
Maar dat mag niet hoofdargument zijn om Latijn te studeren. Men heeft ooit een schatting gedaan en men zegt dat je over heel de wereld ongeveer 3000 mensen vindt die een conversatie goed kunnen aanhouden in het Latijn. 3000, dat is niet zoveel, hè. Dan kan je evengoed wel een andere taal gaan leren. Er is ook een ander argument dat om de haverklap terugkomt. Dat is het argument dat je door de studie van het Latijn beter zou leren studeren. Methodiek ontwikkelen, woordjes blokken enzovoort. Is dat waar? Dat is natuurlijk waar, uiteraard. Maar het probleem is dat je dat van heel veel schoolvakken kan zeggen. Van heel veel talen kan zeggen. Ook kan zeggen van het oplossen van sudoku-puzzels, bijvoorbeeld. Dus zou mijn vraag zijn, waarom? Hè? Wat is er meer specifiek nog aan die studie van Latijn? Wel, ik denk dat er twee heel sterke argumenten zijn. Eerst en vooral, Latijn leert je op een unieke manier, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, op een unieke eigen manier bezig zijn met taal. In alle facetten. Hoor je heden te dagen over problemen van integratie? Hoor je heden te dagen over problemen van begrip van studie? Het heeft heel vaak alles te maken met taal. Wel, de studie van die Latijnse taal, die maakt u ontzettend taalgevoelig. Waarom? Omdat die antieke auteurs de zaken zo mooi, zo beknopt en zo prachtig kunnen verwoorden. Luisteren en kijken we even mee naar een liefdesgedicht. Twee lijnen, niet meer. Ode tamo, quarit faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio, et ex crucior. Ik haat en ik bemin die tegenstelling. Waarom dat ik dat doe? Ik weet het niet. Maar ik voel het gebeuren. En ik ga eraan kapot, zegt Catullus in de eerste eeuw voor Christus. Zo mooi, zo bondig geformuleerd. Bezig zijn met taal. Tweede belangrijke argument. Latijn is een vak dat bij uitstek poorten opent. Poorten naar alle mogelijke cultuurdomeinen. Studeer je Latijn in het secundair onderwijs, dan maak je kennis met wezenlijke facetten van onze beschaving als recht. Hoe organiseer je een maatschappij? Geschiedschrijving. Hoe ga je kritisch om met je bronnen? Filosofie. De essentiële levensvragen, weet u wel, zijn allemaal al gesteld ook door die antieke auteurs. Communicatie, oftewel retoriek, welsprekendheid. Hoe breng je een boodschap op een overtuigende wijze? Poëzie, zoals we daarnet een prachtig voorbeeld mochten genieten. Theater, toneel, tragedies, die tot op de dag van vandaag nog worden uitgevoerd en door mensen genoten. Eind juli, begin augustus, had ik het enorm genoegen van in Lexington, in Kentucky, in de Verenigde Staten te zijn, waar een conferentie doorging van de al vermelde Latijnse Academie. Thema van deze conferentie was reizen in de Latijnse literatuur. En wat zag je daar? Dat van in de oudheid, over de nieuwe tijd, tot in de 20e eeuw, er ontdekkingsreizigers waren, missionarissen, mensen die voor hun plezier reizen, die nieuwe streken die ze ontdekken, gaan beschrijven in de wereldtaal van die taal, het Latijn. Met andere woorden, daar werd heel duidelijk dat kennis van het Latijn u opnieuw poorten opent, van China over Afrika tot helemaal Zuid-Amerika, zoals je in het wapenschild van de Braziliaanse stad São Paulo ook gewoon Latijn kan aantreffen. Dus kom ik heel graag tot het volgende besluit. Is Latijn studeren geen tijdverspilling? Ik zou zeggen, het is helemaal geen tijdverspilling. En wel om twee heel belangrijke redenen. Ten eerste, het maakt u talig. Het biedt u een unieke kennismaking met dat hele fenomeen, dat rijke fenomeen van menselijke taal en menselijke communicatie. En ten tweede, Latijn maakt u tot wereldburgers. Latijn laat u kennismaken met beschavingen over vele eeuwen en over hele vele streken. En wil u daarna technologie studeren? Wil u nadien exacte wetenschappen studeren? Dat kan perfect. Het ene hoeft het ander helemaal niet uit te sluiten. Maar ik zou zeggen, de jongen en het meisje
op die cartoon, die hadden na 20 jaar nog altijd gelijk. Latijn is de moeite waard, meer dan ooit. Dank u.